als je bijvoorbeeld terugkijkt, zeg maar, doe je misschien niet zo lief, maar elke tijd heeft Jordan natuurlijk zijn eigen dingen waarin het op een gegeven moment waar je tegenaan kunt ageren, zeg maar. Ja. Is het nu, wat je zei, van, is dat nu leuker om te doen? Is er meer om tegenaan te ageren dan bijvoorbeeld jaren 90, 80, 70? Ik weet niet, ja, het is een andere tijd. Kun je dat vergelijken? Ja, we hebben een grote vrijheid gepredikt qua seksualiteit en qua het hebben en qua taboes. We hebben nu spuiten en slikken en zo. Ja. Het wordt, we hebben nu in godsnaam Big Brother. We krijgen nu Big Brother om elkaar de tent uit te vechten. Ze willen bij ons thuis gaan opnemen. Maar. En ja, we roddelen nu een paar uur op tv. Het is een totale verzadiging. Een totale... dat is een goed thema om het eens over te hebben, ja. Ik moet je zeggen, dat beviel me gisteravond zeer aan... aan Theo Maassen, waar ik was, die legde een aantal prachtige dingen die hij zei en de manier waarop. En wat dat betreft ben ik blij met mijn liedjes-cd, want de liedjes gaan wel over de essenties van dit bestaan. Want dat is namelijk altijd raar, zo gauw men op begrafenissen komt, dan gaat iedereen zeggen, ja, hier gaat het toch eigenlijk om, waar hebben we het al die jaren over gehad en waar hebben we ons druk over gemaakt? Nou, precies. Mijn laatste vraag, ik moet afronden. Waar wil jij dat de rest van je leven, zeg maar, over gaat? Wat ga je doen? Ik heb geen idee. Ik ben nu bezig met een nieuw programma te maken. Ik vrees dat ik daarna weer een nieuw programma ga maken, omdat ik het gewoon erg leuk vind om op die manier te leven. En ik hoop het hele zootje wat ik om me heen heb, qua familie en vrienden, zo lang mogelijk gezond om me heen te houden. En voor de rest durf ik er niks over te zeggen, want A, weet ik niet of ik volgend jaar er nog ben. B, hoe ik erbij zit. Geen idee. Dus ik ben een man van de dag. En ik wil zoveel mogelijk genieten. En ik hoop vanaf september mensen in het theater een prachtige avond te geven. Okay. En geen lang gekoesterde dromen die je nou eindelijk eens een keer wil doen? Nee. Nee. Ja, ik wil nog een keer naar een meubelboulevard, daar ben ik nog steeds niet geweest. Maar... Samen met Louis van Gaal. We zullen zien. Oké, dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik wil even hier de cd niet in beeld gaan. Ik weet niet of dat echt. Doen we even nu nog eventjes van beeld. Zo, die. En daar staat het ook, hè. Hierachter. Je liedjes gaan altijd over de liefde en de dood. Is er nog iets anders dan? De essentie.